Ja, dat is heel veel XP, mensen. Oké, we wachten even tot ik weer kan zien. En dan beginnen we deze nieuwe episode van Minecraft Survival. Hey kijkers van Ik Ben Je Game, vandaag een nieuwe episode van Minecraft Survival. En zoals jullie zien, het is een hele vroege ochtend. De zon is lekker omhoog aan het komen. En ja, deze episode is niet voor Martijn, zoals jullie horen. En om een hele goede reden. Dit is namelijk een verrassingsepisode. En vandaag ga ik allerlei klusjes doen voor Martijn die hij wel graag wil doen, maar soms geen tijd voor heeft. En die gewoon heel stom zijn. En ja, zoals jullie zien aan mijn skin, het is Pasen. Bijna. Ik had me vergist in de datum. En het is nog geen Pasen. Maar dus, de oog. de oren die zijn er nog niet op, want dat kan niet echt bij Minecraft. Maar oké, zoals je ziet, het is Pasen, dus ja, het is een beetje een paasthema. En ja, zoals jullie zien, ik ga nu naar buiten lopen en dit gaat Martijn heel erg leuk vinden, is al het sneeuw weg. Ja, dat is dus een van mijn klusjes op mijn lijst die ik weg wil hebben. En dat is dus gelukt. Maar oké, zoals jullie zien, zoals jullie zagen in de vorige episode, had Martijn al zijn armor verloren doordat hij in de lava viel. Tijdens het obsidian hakken. Maar oké, dat armor wil ik dus nu weer terug hebben, maar dan beter zelfs nog. En dat gaat dus lukken, doordat ik heel lang AFK gestaan bij de mob farm. Maar zoals je ziet, geniet er echt even van. Want dit, dit was namelijk al een hele lange tijd geleden. Dat jullie al deze sneeuw. dat jullie deze map hebben gezien zonder sneeuw, toch? Nou ja, ik hoop dat Martijn het ook heel erg leuk vindt. Ja, dus daar beginnen we deze episode mee. Dus dan zie ik jullie bij de XP farm. Waar ik als eerst dit armor terug wil hebben. Ik heb natuurlijk niet alles on camera gedaan. Maar die sneeuw natuurlijk, dat ga ik natuurlijk niet on camera doen. Want dat is gewoon stom te bekijken. Maar het resultaat is wel leuk. Dus ik ga het even bekijken. Want jullie hebben het ook echt een lange tijd niet gezien. Die bom, dat is wel een leuke plaats om even te bekijken. Even kijken. Ik ga dus omhoog en ga ik even kijken hoe het er nu uitziet. Want jullie weten nog, volgens mij van de video, dat van de special, dat alles besneeuwd was. Dan kijk hoe het er nu uitziet. Gewoon weer oud en goed. Groen. Maar dus dat is wel leuk. Nou, kijk, jullie zien hier de 28 diamonds van Martijn die hij nog had. Kijk, hij heeft dus een mine beneden en daar ga ik echt veel rijen van weghalen en heel veel diamonds proberen te vinden. En ja, die ga ik dan verstoppen in een paasei. Die mag Martijn dus gaan vinden. Ik ga niet in de video vertellen waar het zit, maar dat komt wel goed. Maar dus nu ga ik volgens mij daar zo ergens naar de XP farm. Ik ga gewoon met een nether portal. En ja, dan gaan we dus het armor terugkrijgen. Want ik ga van deze diamonds dus het armor maken. Daar ligt ook het andere armor trouwens. En die ga ik samenvoegen. ja, en dat komt wel goed, denk ik. En dat wordt heel gaaf. En het beste armor wat Martijn gaat krijgen. Hopelijk. Oké, dan, ik ben nu bij de XP farm. Ik heb best veel lapis van wat ik dus heb gemined. Jammer dat ik dat nog niet als verrassing kan doen, maar ik heb gewoon wel wat nodig. Hier heb ik ook 14 diamonds van de overgebleven diamonds die ik heb gebruikt. Zoals je ziet, ik heb van alles dubbel. Chestplate, heb ik expres gedaan, zodat ik alles kan enchanten met level 30, zodat alles echt super goed is. En dan weer kan samenvoegen. Nou, dan heb ik nog wat diamonds om dingen te repareren, zoals deze. Deze is nog maar 25 uses, dus gaan we zeker repareren. Deze moet ik ook nog zelfs maken, maar dat doe ik zo meteen. Maar ja, ik heb ook wat splash potions van Martijn. Ik hoop niet dat hij dat erg vindt. En dan ga ik hier gewoon AFK staan en hopelijk veel XP krijgen. Maar dus dat lukt wel. Maar dus, het eerste wat ik nu ga enchanten, want hier staat natuurlijk ook een enchanting table, is een chestplate. Dat is wel ook een van de coolste dingen. Dus ik doe er één bij. Oh wauw, kost dan meteen 3. Projectile protection. Oké, wat zit erop? Nee, alleen dat. Dat is wel jammer, echt waar. Maar het is wel IV, dat is volgens mij 4. Maar, oké, het kost dus echt veel minder, zoals je al ziet. Maar ik wil 30 levels echt gebruiken. Dus, ik ga even kijken, want dit is ook de eerste keer dat ik... Nee, in de server doe ik het wel eens. Protection, ik ga even kijken hoe dit moet. Oké, ik ben wel een beetje noob, dat moet ik toegeven, want kijk eens wat ik hierop heb gekregen. Ik wou deze even enchanten, want ik dacht Projectile Protection, dus zou het hetzelfde zijn als deze met maar 1? Nee. Deze was best wel goed eigenlijk. Dus Martijn, even onthouden, hier staat een golden chestplate,
kun je ooit nog gebruiken als je wil. Nu doen we het op de Diamond en hopelijk krijgen we dan iets goeds. Ja, dus wauw. Best wel jammer nu. Oké, dan mensen, zoals jullie zien, ik heb weer 30 XP. En ik zal er zo meteen nog wat doen voor Martijn. Kijk deze hele chest en kijk de hoppers. Die beginnen al vol te raken namelijk. Ik zal deze chest even leegmaken en dan, ja, heeft Martijn weer een chest vol. Oké, spannend. Wat gaan we krijgen? Wat gaan we samenvoegen? Blast Protection 3. Dat is pittig goed. Tam, 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 tam. Nee! Nee! Potverdikkie. Oké, daar ga ik niet mee akkoord. Echt niet. Oké. Martijn, geloof me. Ik heb nog veel meer diamonds gevonden. Dus dat gaan we nog allemaal gebruiken. Maar ik wil nog een chestplate maken, want dit kan natuurlijk niet. Oké, ik heb 31 levels. En zoals jullie zien, ik heb dus net een Thorns en Protection diamond chestplate gekregen. Nou, die heb ik gewoon samengevoegd met deze. Maar ik ga de rest nog met boeken toevoegen. Want ja, dit kan veel beter. Maar dus als eerst wil ik deze doen. Zoals jullie zien, Feather Falling 4 volgens mij. En dat is pittig goed. Dus dat ga ik even doen. Ja, dat is best goed eigenlijk. Unbreaking 3, Feather Falling 4 volgens mij. Feather Falling 4. En Protection 3, dus daar ben ik wel blij mee. Natuurlijk doe ik deze ook nog even. En Fire Protection. Poeh, ik weet niet of Martijn er veel aan heeft. Ik denk het eigenlijk wel. Unbreaking Blast Protection. Kan ik ook nog op de pants krijgen. Want bij de pants krijg ik ook Fire Protection of Unbreaking of Protection. Of is het bij allemaal gelijk bij armor? Nou, moet ik even kijken. Maar dus, ik ga nog even tot 2 levels sparen. En dan ben ik weer zo terug. Oké, dan mensen, we hebben weer 30 levels. Alweer. Ik ga nu de pants doen. Ik ga 1 voor 1 doen. Fire Protection. Ik hoop wel dat er wat anders op staat. Anders, ja, hoop ik dat deze wat goed opspringt. Maar hierna ga ik denk ik van alles de eerste doen. Maar daarna ga ik even echt boeken verzamelen. En uiteindelijk als ik veel gedaan heb, dat laat zien wat ik heb gedaan. Want anders wordt het natuurlijk saai. Spannend wat het wordt. Ja. Ik ben er wel blij mee. Ik bedoel Fire Protection 4. Dat is best goed. Maar Unbreaking 3 is ook wel goed. Maar ik hou meer van Protection. Ik bedoel, het moet overpowered armor worden. Zoals dit. Dit is op zich wel goed. En deze pants zijn wel goed. Maar alles kan beter. Pants. Schoenen. Dus ja, ik ga weer FK staan. En dan zie ik jullie als ik bijvoorbeeld mijn helmet ga doen. Daar vraag ik ook me af wat ik opkomt. Ga ik even... Ja, ik vraag me af. Aqua Infinity. Dat heeft Martijn denk ik wel nodig. Dus tot zo. Oké dan. Ik ben echt heel erg tevreden over de buit. Ik heb 1 keer een helmet overnieuw gedaan. Daarom heb ik ook niet zo heel veel diamonds meer. Maar. Ik zie Martijn nu echt en denk wel, oh, daar gaan allemaal diamonds. Nee. Want ik zal zo meteen laten zien wat ik nog meer heb gedaan. Deze helmets zijn echt super goed. God armor noem ik het ook. Ik wil ze een naam geven en bij elkaar toevoegen. Dus dat ga ik nu even doen. Even kijken, ik heb niets aan toch. Even kijken hoeveel alles gaat kosten. Volgens mij kost het echt veel. Ja, 23 voor... Wacht. Even kijken wat er bij elkaar toegevoegd wordt. Nou, Unbreaking hebben we. Protection. Wordt... Protection. Waar is Protection? Protection staat er niet op. Dat is raar. Nou, ik denk dat deze wel goed genoeg is eigenlijk. Want ja, ik wil Protection verder op hebben. Dus, deze weet je wat? Ik ga even kijken wat ik samen kan toevoegen. En hoe dit wordt. Dit kost me bijvoorbeeld maar 10. Maar deze is ook niet zo heel goed. Deze kan ik alvast doen. Deze is wel goed, volgens mij. Oh, dit kost al 7. Sommige dingen gaan bijvoorbeeld weg. Dat vind ik wel jammer. Ik denk dat Blast Protection ook wel beter is dan Fire Protection. Maar daarom hebben we ook boeken nodig, volgens mij. Deze gaan nu weg. Ik gebruik wel heel veel potions. Sorry, Martijn. Ik ben wel een beetje bang dat ik te veel gebruik of zoiets. Trouwens, ik heb deze chest leeg gemaakt, zoals jullie zien. Alles zit daar zo ergens. XP, dat is heel mooi. Vind ik altijd leuk uitzien. Maar we gaan nog heel veel in deze episode doen, dus... Wauw, oh wow, hoi.
Nou, we hebben al 16, dat is mooi genoeg. Oké, even kijken bij de panties. Ja, niet alles komt bij elkaar, maar wel veel. Martijn kan nog veel meer doen met boeken. Want ja, ik moet toegeven, Martijn is beter met met enchanten dan mij. Hij weet meer de regels. Ik ben... Ja, dat is gewoon waar. Oké, even kijken. Wat hebben we nog meer? Nou, ik wil dus deze boog heel goed maken met level 30. Dus dat wordt weer lekker lang wachten. Ja, ik sta er al best wel lang namelijk. Diamond pickaxe is volgens mij wel goed. Ja, hij weet wat hij nodig heeft. Dat is het meer. Trouwens, ik wil ook nog één ding zeggen. Hier zit alles wel in. Maar ik weet niet of je dat leuk gaat vinden. Want ook boven. Het was ook een idee van mij of ik anders moest ordenen. Dat wist ik dus niet. Maar dat doe ik dus liever niet. Want dat laat ik liever echt aan hem over. Want ik vind het heel stom als mensen aan mijn spullen komen en dan ergens anders terugleggen. Dan weet ik niet meer waar het ligt. Moet ik alles helemaal opnieuw vinden. Dus hij weet echt waar alles ligt. Dat vind ik knap, echt waar. Dus ja, dat laat ik echt aan hem over. En Martijn, dit zijn echt niet alle diamonds, geloof me. Dus dat wordt leuk. Al deze boeken, die kunnen mij wel helpen. Zoals Feathervalling, hier zit hele goede Feathervalling op. Maar Protection kan bij sommigen bijvoorbeeld volgens mij beter. Dus ik ga even kijken of ze hier Protection hebben. Zoals wel Projectile Protection. Nou, ja, ik zit een beetje te twijfelen. Volgens mij, Martijn weet echt wat hij wil. Maar ja, ik heb tenminste nu een basis. Dat is sowieso één ding. Ja, er zit een beetje te twijfelen over dit. Maar dus, Martijn. Deze stop ik hierin. En deze was overig. Oké. Deze stop ik hierin. En deze verstop ik in de ei straks. Nou, deze ermee dan. Alle items die ik nu enchant, die gaan straks in de ei zitten. En die ga ik dan verstoppen. Daar heb ik wel zin in. Maar ja, ik ben nog lang niet klaar. Dus ja, ik ga heel snel verder. Oké, dan. Nou, ik heb al één boog enchant. Die kwam er niet zo heel goed uit. Maar, dit is het Ik Ben Je Blade 2. En het is Sharpness 5. Yeah! Denk ik. Tenminste, het is een V'tje. Dat weet Martijn wel. En Looting 3 heb ik van twee boeken met Looting 2 gemaakt, volgens mij. Maar, hier zie ik Knockback 2 liggen. Dus die laat ik echt nog even. Want veel mensen vinden Knockback echt heel vervelend. En dat laat ik echt aan Martijn over. Als hij dat graag wil, dan zit het dus hierin. Moet hij het zeker doen. Maar ja, ik wil hem alleen maar het gelukkigst maken. Dus dat gaan we nu even niet doen. Verder heb ik nog bij de Ik Ben Je Pickaxe. Ja, die heb ik een naam gegeven. Heb ik Efficiency 4, volgens mij. Ja, heb ik geüpgraded. Dus ja, meer diamonds. Dus dat wordt leuk. Ook voor hem. Ik hoop dus als hij gaat minen in zijn gang, die ik ook heb gebruikt, zullen jullie straks zien, wordt het dus ja, beter en meer. Oké, mensen, we zijn eindelijk klaar. Yippie! Oké, wauw. Ik heb er dus echt niet alleen vandaag, want ik ben echt langer bezig. Meer dan 2,5 uur gestaan. In totaal, denk ik. Om dit alles te krijgen, maar nee. Martijn, jij mag het ook niet op pauze zetten. Ik ga niet laten zien wat erin staat, want het gaat straks in de ei verstopt worden. Ergens in deze map. Het kan echt overal zijn. maar dat komt straks. Eerst wil ik nog iets anders doen, want het viel me iets op toen ik door de span liep en het sneeuw wegmaakte wat ik niet heb gefilmd. Want het was zoveel werk. En dat willen jullie echt niet zien. Trouwens, ik heb de sneeuw ergens in de chest opgeslagen. Ook in een ei. Wordt een leuke verrassing. Ik heb iets ontdekt. De lichten doen het niet als het 's nachts avond wordt bij de straatjes. Ik weet niet of dat expres was. Misschien wel vanwege de sneeuw. Maar dat ga ik nu even maken. Want ik vond het juist echt een van de coolste dingen van deze map. Dus ik zie jullie bij de... Ik wil het Spaans zeggen, want ik ben gewend aan Bigcraft. Ik zie jullie bij het huis van Martijn. Oké, zoals jullie zien, ik heb de boom ook al weggehaald. En ja, hoe kom ik boven? Want toen ik hem weg had gehaald, ging ik zo naar beneden gaf. En toen XP dingen ze. Even kijken hoe ik boven gekomen. Oké, ik heb nu even wat aarde gebruikt. Maar ik heb een oplossing daarvoor. En dat zien jullie later ook in de episode. Ik ga niets maken, maar ik denk dat jullie het wel leuk vinden. Oké, zoals jullie zien, deze lichten doen het niet. Jullie zien hier wel een torch. Dus ik ga kijken waar dat naartoe loopt. Ja, en dan gaan we het proberen te fixen. Want ik vind het echt heel mooi. Oké, dan. Ik zie hier een signaal lopen. En we gaan het even bekijken.
Zoals je ziet, hij zou dus moeten gepowered worden. Wat een ontdekkingstocht. Hier zie ik wel iets. Wauw. Volgens mij is het best groot, dit netwerk. Vol dingen. Oh, hier is ook een licht waarschijnlijk. Het moet waarschijnlijk naar een zonnepaneel lopen. In het Nederlands. Dit ziet er nog best heel uit trouwens. Maar ja, ik moet eigenlijk even op de avond wachten. Wanneer het een signaal zou moeten afgeven. Hier moet het vrij zijn of zo. Dat het licht krijgt. Ik ga het even bekijken. Nee. Martijn heeft het slim gedaan. Hier staat een leaf boven. En volgens mij was dat al genoeg. Het zou nu een signaal moeten afgeven. Even kijken. Oh ja, hier. Oh, dit was die muur hier. Ah. Oké, hier zie ik dit. Dat is sowieso één ding. En dan gaat het hier langs. Een jukebox. Dat je weet dat het avond is. En als het avond is, dan... Oh, kijk hier. Deze torches worden nu geanti-powered doordat dit aanstaat, omdat het dag is. Als het nacht wordt, worden deze gepowered. Dus het zou gewoon moeten werken eigenlijk. Ja, Martijn, die shuffle is goed. Test hem later maar uit. Oké, dus even kijken. Dan wordt deze geunpowered, omdat dit dan aan gaat staan door deze torch. Want die gaat dan aanstaan. Dat is een beetje moeilijk. Oh. Oké, dus dit gaat aan allemaal. Dan gaat deze uit. Deze gaat aan. Dan gaat dit licht ook aan. Ik moet het eigenlijk even bekijken als het nacht is. Dus, wauw. Oké, ik wil eerst een bibliotheek gaan maken hier, ergens. Maar ja, dat wil ik toch aan Martijn overlaten. Martijn houdt van bouwen, dat weet ik sowieso. En misschien is het niet zijn stijl en wil hij het toch bewaren omdat ik het heb gemaakt. Dus het is zijn singleplayer wereld, toch? Dus dat laat ik aan hem over. Maar wat ik wel voor hem kan doen, is boeken enchanten. Nou, toen ik beneden keek, lagen er heel veel. Nu we dit armen hebben, weet hij wat hij nog erbij wil hebben en zo. Terwijl er wel heel veel op heb. Nou, zoals je hier ziet... Ik wist dit niet, echt niet. Hier zit gewoon een detectorpil. Detector, sun detector dinges. En die wordt gepowered door deze leaf. Dat vind ik wel cool gedaan, echt waar. Ja, ik wil toch even hier gaan kijken. Want ik zie het wel in de episode, maar als je hier loopt is het toch wel gaaf. Want je kunt je gewoon je eigen richting. Verder weet ik nog niet, want hieronder zit ijs. Waardoor je zo glad loopt. En ik vind het juist minder fijn. Maar misschien wordt hij juist wel... Kijk. Deze hebben jullie volgens mij heel lang niet meer gezien, hè. Het is weer heel mooi licht overal. Ja, deze groeit nu ook weer. De potato en wortelvorm van Martijn. De boom zonder sneeuw. Ja, het is weer echt lente wordt het nu. Ja, zomer, lente. Wel leuk. Oké, dan. Ik ga hem alvast klaarmaken voor dit paaseieren maken en verstoppen. Dus Martijn, ik ga nu heel veel... jouw wol gebruiken, want ja, klei hebben we niet veel, want ja, jij wil graag nog een mess op iron vinden. Kijk, ik weet niet zeker of je die gaat vinden en anders ben ik heel lang bezig, dus dat wil ik ook aan Martijn overlaten. Maar ja, deze paaseieren wordt al heel leuk, dus ik ga veel gebruiken. Ik zeg niet wat ik allemaal ga gebruiken, maar wel vooral wol en ja, chocoladewol, zoals je gebruikte in je Minecraft Creative. Vond ik wel een leuk idee trouwens. Maar dus, dat ga ik nu gebruiken. En dan ja, zie ik jullie terug. Of waarschijnlijk als het nacht is. Oké, dan, het is eindelijk nacht. En zoals je ziet, de lampen zijn gemaakt. Yeah! Oké, ze gaan er aan en uit. Ik hoop dat Martijn er ook blij mee is. Volgens mij had hij ze wel uitgedaan. Zeg maar voor de sneeuw. Voordat het anders zou het smelten. Snap ik helemaal. Ik vind het echt leuk bedacht, dit. Er zit een leaf op, zodat deze nog wel... de zonneplaat krijgt dan nog energie. Dus dat één hendel daar een liever nog aan. Dus het zou de hele tijd aanblijven, zodat deze uitbleven. Ja, vaag uit. Nou, velen kennen deze ook niet meer. Nu hebben we die beneden. Dit is Martijn's ouwe. Dit is vind ik leuk uit de goede oude tijden. Oké, maar ja, we gaan beginnen. Ik wil misschien nog twee dingen in deze episode doen. Sowieso de eieren, dat is sowieso één ding. Daarvoor heb ik deze dingen. Het armor verstoppen erin. En de diamonds die ik nog niet heb laten zien. Gelukkig. Heb ik lekker geheim. Want hoeveel zijn het er? En nog de andere dingen die ik heb gemaakt. Ja, dat zal ik even laten zien. Wil ik wel even mijn armor aan. Martijn's armor.
En heb ik een ender pearl ergens, want anders moet ik weer een hele brug naar boven bouwen. Ja, top. Ik heb hem meerdere gezien, dus sorry als ik hem nu zo erg opmaak. Nou, niet zo heel veel damage heb ik nu. Ik heb eigenlijk ook even wat eten nodig. Oh. Oké, gelukkig zit er hier nog ook een. Wow. Wat? Oh mijn god. Hallo. Wat? Dat is een enders. Shit. Ik heb een stick nodig. Dit gaat er niet worden. Oké. Kijk dan. Jullie zien het ook. Oh. Wow. Dat was dat. Oké, wauw. Misschien heb ik mijn wapens zo nodig. En ik moet echt even wat eten. Oké, nou. Maakt niet uit. Dat was een Ender Smite. Of hoe het ook heet. Volgens mij moet ik hierheen. Ja. Ja, dat wist ik wel. Zoals jullie zien hier. Ik heb het niet zo helemaal achtergelaten. Sorry daarvoor. Ik heb al deze gangen gemined. Dat duurde super lang. Deze waar geen tegels bij zitten. En daar heb ik heel veel uitgehaald, geloof me. Dit moet ik ook nog een keer weghalen. En heb ik echt super veel weg uitgehaald. Het is echt niet normaal. Het zijn ook best veel gangen volgens mij. Leuke mijn. Echt, ik vind het echt een heel goed bedachte mijn. Shit, ik heb geen jump boost. Oké, mensen, ik zie jullie boven en dan gaan we lekker beginnen aan de paaseieren. Oké, dan, ik ga nu beginnen aan de paaseieren. En daar is een mop. Ga ik meteen even pakken. Wow, mijn zwart is wel goed. Dat is mooi. Oké, hier heb ik volgens mij ook alweer haste. Kijk, die beacon. Kijk, ik wou eigenlijk in deze episode nog een 3 wither skills zoeken. Oh, die heeft speed. Oh, nee, die heeft ook haste. Heeft hij ook heel veel aan. Maar dus, dat is er niet van gekomen. Ik wil dit als laatste in deze episode doen, want anders wordt de episode al best lang. Dat vind ik wel jammer. Maar oké. We gaan gewoon verder en ik wens Martijn gewoon heel veel succes met zijn wither skill jacht. En dat hij dan binnenkort weer een nieuwe wither kan verslaan en dan een nieuwe wither star heeft en een nieuwe beacon heeft. Want dat wou ik ook als oplossing doen voor dat jump boost dat ik er nog eens heb. Maar dat komt er even niet in deze episode, jammer genoeg. Maar oké, ik ga een paar goede plekken uitzoeken. En dan mag, ik heb een beetje last van mijn maag. Dan mag Martijn straks lekker gaan zoeken. Oké, dan mensen. De paaseieren is verstopt. Het is één hele grote geworden. En ja, oké, ten eerste wil ik zeggen. Het is echt ongelooflijk wat erin zit, geloof me. Als Martijn het gaat opnemen, ga je echt denken van, what? Maar dat kan helemaal niet. Het wordt wel leuk. Kijk, ik wil nog één keer zeggen. Het was echt lang werken en ik vind het wel leuk om te doen. Ik bedoel, al die sneeuw weghalen was echt moeilijk, wel leuk. Na een tijdje niet meer, maar ja. Maar, kijk. Ik dacht even dat ik dood ging. Als je... Hier moet ik helemaal niet heen. Als je naar die main gaat, het was zoveel minen, dat wel. Maar ik heb heel veel gevonden. Dus, dat hoeft, denk ik, Martijn in een tijdje niet meer te doen. Maar dan moet je wel eens het paasei vinden. Dat lukt hem wel, denk ik. Martijn is heel slim. Ik ga nog even één keer laten zien hoeveel gangen het waren. Want ik wil het ook nog wel even weten. Kijk, deze, tot en met deze had hij zelf gevraagd. Tot en met deze. 1, 2, 3, 4, 5. En dan keer 2 is 10 gangen. Dat is best veel, toch? In één dag. En ik had veel gevonden. Ik had ook nog een paar caves geëxplored. Best wel verderop. Maar ik had jammer genoeg geen mensen bij me gevonden. Was ik ook nog aan het zoeken. Maar dus mensen. Kijk eens. Dit was de Pasa's van Ik Big Game. Like en subscribe. En hopelijk vindt Martijn het dus echt heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken naar Ik Big Game. Like en subscribe. En tot de volgende episode van Minecraft Survival.